Als eerst, ik wil jullie allemaal danken voor de 2 jaar die ik gespaard heb in België en Nederland. Ik hou heel veel van jullie. Jullie hebben heel veel indruk op mij gemaakt en ik ben gewoon dankbaar. Ik ben jullie nooit vergeten. Misschien ben ik niet zo handig met Facebook en het beantwoorden van bepaalde berichten van jullie, maar toch ben ik zeer dankbaar. Ik ben jullie nooit vergeten. Weet je, ik denk aan jullie elke dag. Mensen vanaf mijn eerste tijd in Vlissingen tot met Alkmaar. Ik ga jullie nooit vergeten. Ik wil jullie mijn getuigenis delen dat ik weet dat Jezus Christus onze Heiland is. Dat hij van ons allemaal houdt. Dat hij luistert naar onze problemen. En hij is er voor ons. Hij is ons nooit vergeten. Hij weet waar we nu zitten, waar we naartoe gaan. En hij kan ons helpen. Als wij hem vragen, zal hij ons kracht geven. Ik weet dat het leven helemaal niet makkelijk is. Ik ben nu bij de universiteit en aan het bestuderen en werk vinden en ja, weet je, voor mijn eigen plekje betalen. En ik weet dat het helemaal niet makkelijk is. Maar ik weet nog steeds dat het de ware kerk is. En dat je heel veel kracht, steun en mooie dingen mag vinden in de kerk als je ervoor zoekt. Zeker als je in het Boek van Mormon leest, elke dag. En ik wil dat met jullie delen in de naam van Jezus Christus. Amen.